Dames en heren, jongens en meisjes, opa's en opa's. Welkom bij Wie is de amateur? Een spannend spel waarbij we de amateur van de acteurs moeten onderscheiden. Dit doen we door middel van een aantal spannende opdrachten. Dus pak je popcorn erbij en geniet van Wie is de amateur? Kandidaten, we zijn alweer aangekomen bij de laatste opdracht. Emotietakkoord. Jullie weten wat jullie te doen. 3, 2, 1. Actie! Ik haat jou! Zo kunnen we toch geen vrienden meer zijn? But I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love me. We moeten elkaar toch trouwen? En waar ben jij niet geweest? Oh, mijn baby is dood! Hou je kop, Simon! En ik, ja. Waarom zou je dat willen? Oké, dan is het nu tijd voor de verdenkingen. Wie verdenken jullie als amateur? Draai maar op. En vertel. Ik denk dat het Isabel is, want ze is gewoon heel lelijk. Het is gewoon sowieso Stella. Haar tekst is veel te kort. Moet dat niet. Er zat zoveel twijfel in de stem van Renee. Het is zo hard. Max Stalter, waarom is hij de enige jongen? Ik denk Mano, dat is gewoon super klein. Ik denk dat het een presentatrice is. Ze doet nooit meer met elke opdracht. Ik verdenk Sophie. Ze hield haar handen het grootste gedeelte van de opdracht voor haar gezicht. Is dit de manier om te verbergen dat zij de amateur is? Stella, hoe simpel kun je het maken? Oh, en trouwens, zoals mijn oma zei, je kunt niet altijd alles hebben. Of denk Isabel, voelt aan mijn water. Dan is het nu tijd voor de ontknoping van Wie is de amateur 2019. Kandidaten maak je klaar. Acteurs, amateur. Maak jezelf kenbaar. Wat?